Hallo, Harris Huizing hier, oud-speler van FC Groningen. Nou, ik heb de grootste gedeelte van mijn carrière bij de FC gespeeld, gelukkig wel. Met heel veel plezier. Ik heb daar, geloof ik, bijna 400 wedstrijden gespeeld. Of 350, of ik moet ook niet overdrijven. Ik heb daar gespeeld tot 99. In 99 heb ik mijn carrière afgesloten bij Heerenveen. Heb ik nog 2 jaar bij Heerenveen gespeeld. Nou. Wat doe ik momenteel? Wat ik al zei, ik ben 58, ik heb 2 kinderen die allebei de deur uit zijn. Ik ben nu recruiter bij de politie Noord-Nederland, heb ik eigenlijk altijd al gedaan, het werken bij de politie. Ik werk nog 24 uur, ik heb lange weekenden, ik ben de vrijdag en de maandag vrij. Ik geniet van het leven zover het kan. We zitten natuurlijk nu in de coronatijd, maar ja, ik probeer veel te vissen, veel op voetbalveld te zijn en ook van mijn kleinkind te genieten. We hebben inmiddels een kleindochter. De mooiste tijd bij Groningen? Nou, natuurlijk het meestrijden om het kampioenschap. We zijn ooit derde van Nederland geworden. De uitgoal die ik maakte tegen Ajax. Ik maakte toen 1-0. Ik omspeelde Menzo en kwam op de achterlijn terecht. En met mijn linkerbeen schoorde ik. Ging die bal heel tergend langzaam, weet ik nog, over de doellijn. Een belangrijke goal, 1-0. Mijn mooiste positie, mijn beste positie vond ik de nummer 10. Ik heb jaren achter Milko Drozdski en Henny Meijer gevoetbald. Op mijn favoriete positie de 10, omdat ik daar vond dat ik daar beter tot mijn recht kwam. Ik kon goed voetballen, zag het spelletje, tactisch redelijk onderlegd. Maar doordat ik ook goed kon koppen, werd ik ook vaak in de spits gepositioneerd. Nou. Zou ik toch liever een goal met de voeten maken? Ja, waarom? Het schijnt heel slecht te zijn, hè, het koppen. Dat heb ik, toen ik voetbalde had ik dat niet zo door. Maar later lees je en hoor je vaak dat het eigenlijk heel slecht is voor je gezondheid. Ik wens jullie heel veel plezier komende zondag met de wedstrijd. Mijn voorspelling wordt 1-0 voor FC Groningen. Waarom? FC Groningen vind ik toch in een betere flow zitten. Speelt een prima seizoen. Heeft de punten hard nodig voor het veiligstellen van Europees voetbal. En ja, Strand Larsen zal de 1-0 scoren. Dankjewel. Ja.